Hebben jullie die commercial van Ronaldo gezien? Die is echt heel erg. Dat kan echt niet. Dat is voor een bedrijf uit Singapore, volgens mij. Nou, werkelijk, als je dat ziet. Shopee. Go Shopee, beep, 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 beep. Buy everything, ding, 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 ding. On 999999. Super Shopping Day. Shopee 99 Super Shopping Day with 10% cashback. Buy everything at Shopee. Wat zou hij daar nou voor gekregen hebben? Ja, ping, ping. Dat moet een astronomisch bedrag zijn geweest. Iemand ook zeggen van, je hoeft je toch niet alles te laten welgevallen? Of, als je zo... Je kan toch ook gewoon, ja... Gewoon normaal. Je staat voor lul nu. Geen ja, zin. Ja, maar je hebt vaak bij commercials het resultaat zie je pas als je het geld al overgemaakt hebt. Jawel, maar je krijgt wel een soort draaiboekje te zien. Kijk, die man heeft zoveel geld, die moet soms bij de vuilniszakken geld bijzetten om die zoveel heeft liggen. Verschrikkelijk veel geld. Ja, en dan gaat hij zoiets lopen doen. Ja. En hij kan het ook niet. Kijk, als je iets kan zoals dit, dan is het goed, maar... Gatenbuurt. Kijk, dat is anders. Dat is gewoon... kunst is dat bijna. Dat is nog voor niks. Ja. Die doet het gewoon voor niks. Ja, je bent zo voor niks naartoe gereden, hè? Ja. 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 Nee, die mol die laat je wel werken. Ja. Ja. Voor zo'n hele lange zin. Maar iedereen was er ook op dat moment toen jij er was. Hebben ze zonder Linda? Nee, dat doen ze een dag over, hè, over zo'n ding. Dus de hele dag is daar die straat afgezet geweest. En dan is er een tent. Maar heb je Linda gezien en al die mensen die meededen? Nee, iedereen was al weg toen ik kwam. Nou ja... Nee, maar die grote acteurs willen dat gezeik niet omheen. Die willen al die wijven met hem op de foto en zo. Ja, nee, maar ik vind het... Iedere commercial vind ik lachwekkend. Want er is een tent dat wordt geëten. Er is een tent voor visagie. Er zijn mensen van de veiligheid die die straat verkeersvrij houden. Dat huis was gehuurd, helemaal in de stijgers gezet... met nep-schilders die aan het werk waren, denk ik, ja... Ja. En als ik dan wat resultaat zie, dan denk ik, ja. Wat? Nee, ik had het natuurlijk ook toen met Wim. Toen bij die commercials op... Die waren wel leuk. Nee, ja, maar buiten dat, weet je wel. Ik weet nog dat we in Duitsland waren. Moesten we zo'n ding opnemen bij zo'n huis. En daar liep achter zo'n vrouw een hond uit te laten. Dus die Wim zegt tegen mij... Hij zegt, godverdomme René, dat wijf loopt nou al 3 uur die hond uit te laten. Ik zei, nee, dat is een figurant, Wim. Dat is een figurant. Die hoort bij ons, weet je wel. Ik zeg, er is niemand uit de buurt hier, hoor. Ja, dat is te gek voor woorden. En inderdaad, ook zo'n kolos van een wagen met 3 koks erin. En eten en drinken en toestanden. Maar jij zegt figuranten. Ik heb eens een keer wat voor de Hartstichting gedaan in het centrum van Gouda. Ja. En toen hebben ze ook 2 straten helemaal schoongeveegd. Toen kwamen er 2 bussen met figuranten. Want als je dus gewone burgers door een commercial laat lopen... kunnen ze een claim indienen en geld eisen. Daar zijn ze heel huiverig voor. Dus iedereen moest weg uit die straat. En er liepen allemaal mensen te winkelen. Er waren allemaal figuranten. Maar de Hartstichting, daar kun je geen geld voor vragen, hè? En ik zei, nee joh, geef maar een doosje sigaren. Met Hartstichting. Nou, even later kwam er een hartspecialist... een hele grote doos sigaren brengen. Ja. Ja, echt. Ja. Ongelooflijk allemaal. Ja. Nou goed, we gaan snel naar... Ik kan me herinneren dat jij deed dat met Wim. En Wim had jou een keer gebeld. Die zat op Schiphol of zo te wachten. En jij was wat te laat. En toen zei Wim... Ik was natuurlijk nog nooit... We zouden een opname in een restaurant ook doen. En ik had met die mensen afgesproken om 9:30 in Amsterdam. Ja, ik dacht, ik krijg gewoon 7:30 uit Dordrecht weg. Maar als je 7:30 uit Dordrecht ben je om 11:30 nog niet in Amsterdam. Nee. Dus op een gegeven moment bel ik om 10:30 bel ik Wim op. Dus ik kwam 3 uur te laat. Ik zeg, Wim, vertel jij even die mensen dat ik iets te laat ben... Hij zegt, nee, dat komt goed, René. Er zitten er niet zoveel. Hij zegt, er zitten er 200 in dat restaurant hier nu. Ook allemaal figuranten. Dat hele restaurant zat vol met mensen. En er zitten er maar 200 te wachten op je, joh. Doe rustig aan. Maak je niet druk. Je hebt gekke dingen. De laatste over een commercial. Ik heb nog eens een keer wat gedaan. Toen kwamen Van Hanegem en ik in de metamorfose. Oh, ja, jij kent het ook wel herinneren. Toen werd er een vent overgevlogen uit Hollywood, uit die filmwereld. En die moest ons helemaal veranderen, hè?
Toen was er zo'n wijfje al met mijn snor afscheren. Zei, pleur je even. Ja. Maar ik had hier onderhandeld, zakelijk ook ben, ja, keihard, 45.000 euro. Nou, ik helemaal tevreden. Toen word ik later gebeld door dat reclamebureau. Zegt meneer Derksen, u krijgt geen 45.000 euro. Ik zeg, oh nee, nee, u krijgt 85.000 euro. Oh, dat is goed nieuws. Ja, zegt ze, want we hebben met mevrouw Van Hanegem onderhandeld en die eist dat bedrag. En we vinden het te gek voor woorden dat de een hoofdrolspeler meer verdient dan de andere. Dus ik ben veel te makkelijk in die dingen. Ja, we kennen nog een paar van dat. Ik hoor altijd na afloop dat andere dubbele kregen. Ja. Ben jij een betere onderhandelaar dan Marianne Van Hanegem? Wilfred heeft het uitgevonden, ja? Onderhandelen. Nog beter, ja? Nee, hij heeft met John de Mol onderhandeld en ik zat erbij. Ik heb me daar een uur lang met een heel rood hoofd zitten schamen. Ja. Ja. En John had zo'n avond, die zei op alles ja. 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 Ja, ja, ik denk dadelijk zegt hij, hey, gaan jullie eens even lekker buiten spelen. Ja. Ja. Op het enige wat hij op het ijs zegt, als je maar niet om mijn zus zit. Ja. Dat is het enige wat hij zegt. Ja, toch? Nou, met draden in zijn ogen zei hij, als jullie maar niet om mijn zus zitten. Ik denk, René, met onze kijkcijfers, dat dit een doek door de vingers. Ja. Maar ik had nog tegen Johan gezegd, ja, als jij binnenkomt moet jij nog een beetje moeilijk doen, zodat we nog een beetje onderhandelingsruimte hebben. En Johan komt binnen, zegt tegen die John, geweldige aanbieding, zegt hij gelijk. Zeg, nou, Johan bedoelt te zeggen, op mijn leeftijd, 70 jaar, ik weet niet of het verstandig is om over te stappen. Nou, zei Johan, dat is helemaal niet het geval, voor dat ze bedragen doe ik alles, zei hij. Moesten we nog gaan onderhandelen? Ja, dat was gezellig, was dat. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!